Hey Odette. Hey, hallo. Je bent met de vaas nog weer bezig, hè? Ja, ik ben weer verder met de vaas. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu nog iets hoger. Dus iets aan de hoogte. En dan ga ik zo direct nog een klein beetje wijd. Dus ik denk dat hij ongeveer zo hoog wordt, denk ik. Hij is nu, even kijken, ik zal even een meetlint erbij doen. Hij is nu bijna 46 centimeter is hij al. Oké. Dus ik denk dat hij 50 centimeter hoog wordt. Nou ja, met krimp zal hij wel 45 denk ik worden. Zoiets. Een beetje slip erop. Nou, hier had ik al slip op gedaan. En dan zet ik hem er zo op. Duw ik ze tegen elkaar aan. Dat moet je altijd meteen doen. Als je dat niet doet, dan kan er ruimte tussen ontstaan. Ik werk altijd met twee rolletjes op elkaar en die bevestig ik dan. Dan kan je veel beter alles bewerken en dan blijft het veel beter zitten. Kan je ook veel beter vormen met twee tegelijk. Alleen als je recht toe recht aan kan je soms ook vier op elkaar, maar ik merk dat met twee prettiger werkt. Dus ik ga nu het volgende rolletje er bovenop doen, dus ik ga weer slip gebruiken. En met het mesje ga ik twee kanten op. Zodat er even wat meer speling, dat het iets meer eigenlijk aan elkaar vast blijft zitten. En dan pak ik het rolletje. En het rolletje doe ik er bovenop. Maar wat ik eigenlijk ook altijd doe, waar het bevestigd is aan elkaar, zorg ik dat het rolletje niet precies op die bevestiging zit. Maar net iets ervan af. En dan zet ik hem erop. En zo maak je dan de hele vaas? Zo ga ik de hele vaas maken. En ik denk dat die qua recht toe recht aan nu eigenlijk wel hoog genoeg is. En dan ga ik langzaam nog ietsje naar buiten. Dus dan gaat hij een klein beetje zo. Ik denk dat dat wel mooi is dat hij ongeveer de flanken tot hier eigenlijk bereikt. Oké, dankjewel. Oké, tot ziens. Doei.